Nee, dat is zo. Wie? Ga je verhuizen? Nee, ze brengen zo naar elkaar. Wat gaan ze doen? Donorhuid van mijn benen afhalen en op mijn brandwonden plakken. En morgen weer en overmorgen weer. Heb je Isabella gezien? Ik dacht dat je zei dat ze zat opgesloten. Sorry. Ze is weggelopen. Ze moet onder behandeling blijven. Dat is het beste voor haar, dat begrijp je toch? Ja, mevrouw, neem haar echt mee nu hoor. Als je er ziet, wil je me dan waarschuwen? Waarom heb je niet gezegd dat Isabella hier was? Oh, trouwens, ter informatie, ze is weer terug naar de kliniek. Hoe lang ben jij van plan het meisje vast te houden? Ze wordt goed verzorgd, ze komt niets tekort. Ik wil dat je haar vrijlaat. Dat kan niet. Nou, dan mag je voor mij ook een plekje reserveren in die kliniek. Of misschien kun je beter een kussen pakken en op mijn hoofd drukken. Waarom zou ik dat doen? Omdat als jij Isabella niet vrijlaat, ik iedereen vertel wat wij Ludo hebben aangedaan. Ik meen het.